Lukken zijn eigenlijk boterwafeltjes die vroeger vooral rond de eindejaarsperiode gegeten werden. En het komt eigenlijk van gelukkig nieuwjaarwensen, dus van het woord geluk. Vroeger bakte elke huismoeder met haar eigen wafelijzer lukken. En die werden ter ere van het nieuwe jaar uitgedeeld aan vrienden en familie. Vanuit die traditie lanceerde koekjesbakker Jules de Strooper uit Loreningen een eigen recept voor de nieuwjaarswafeltjes. Zijn koekjes hadden zo'n succes dat steeds minder moeders zelf gingen bakken. Maar de traditie achter de lukken, die bleef wel bewaard. Ja, het is zo'n vaste waarde, zo rond nieuwjaar en zo. En bij de grootouder. Dus ja, dat is echt een koekje die moet blijven bestaan, denk ik. De lukken zijn nog steeds diep geworteld in West-Vlaanderen. Maar hebben ondertussen ook al het buitenland gecharmeerd. Eigenlijk is het product in 75 landen wereldwijd verkrijgbaar. België is natuurlijk de belangrijkste markt. Maar eigenlijk van Noord-Amerika tot Zuid-Amerika, Azië, Rusland, noem maar op. Lukken, dat is West-Vlaanderen op haar lekkerst. Uiteraard is in eerste instantie een koekje om bij de koffie te eten eigenlijk. Maar je kunt het eigenlijk gebruiken in heel wat desserts.